Het videojournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Stiel en Egemin Automation. In dit videojournaal bekijken we het aprilnummer van Logistiek Totaal dat op 15 april 2014 is verschenen. In deze editie zit u onder meer Stiel lanceert nieuwe FMX Reach Truck in Berlijn. Crown scoort in heftrucktest met Quick Pick Remote. Bol.com verbetert prestaties met Slim 4. Toyota toont CeMAT nieuws. En divers kort nieuws. Traditioneel introduceert Stiel haar nieuwe trucks met een spetterende show. Zo werd dit voorjaar ook de vernieuwde Reach Truck serie FMX voorgesteld. De serie telt 6 modellen van 1 tot en met 2,5 ton hefvermogen en is voorzien van enkele bijzondere eigenschappen. Zo biedt de 2,5 tonner een restdraagvermogen van 1 ton tot een hoogte van 13 meter. Daarnaast zien we ALS, de actieve laststabilisatie, als de belangrijkste noviteit. ALS ist sicherlich unser Kernfeature am neuen Gerät. Die aktive Laststabilisierung, die wir bei allen Geräten ab Bauhöhe 3700 mm serienmäßig anbieten werden, verringert die Schwingungszeit um ungefähr 80% und optimiert damit den Ein- und Auslagerungsprozess erheblich. Das ALS kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Seehund, der den Ball auf der Nase balanciert. Sobald oben was ins Schwingen gerät, wird unten ganz leicht gegen angearbeitet und schon steht alles wieder schön. Crown GPC 3000 Order Picker met Quick Pick Remote biedt, dankzij de afstandsbediening, een makkelijke en efficiënte manier van order verzamelen. In onze test is de winst overduidelijk terug te zien. Daarbij bespaart het systeem tevens energie. Order verzamelen wordt beslist anders vanaf nu. Wie veel picklocaties bij elkaar heeft, kan beter niet terug opstappen op de truck, zo redeneert Crown. De fabrikant ontwerpt daarom de Quick Pick Remote. Met behulp van de slimme handschoen bedient de verzamelaar de truck en stuurt hem vooruit naar de volgende locatie. Door de handschoen heeft hij de handen vrij om de order te verzamelen. Na vele testrondes wordt duidelijk dat het remote systeem het vrijwel altijd wint van het conventionele order verzamelen. Hoe korter de onderlinge afstanden zijn, hoe hoger de winst oploopt. We zijn tot wel 39% sneller. Ook het energieverbruik daalt, omdat de truck rustiger rijdt en accelereert. Per 1000 picks bedraagt de maximale energiewinst ruim 21%. We zijn vandaag te gast bij DocData in Waalwijk, een van de logistiek dienstverleners van Bol.com. Wij zijn marktleider in Nederland en België voor de boeken- en de entertainmentindustrie. Daarnaast ook voor online speelgoed, baby en elektronica. En afgelopen 2 jaar hebben we nog een 6-tal nieuwe winkels geopend. Waaronder koken en tafelen, diertuin en klussen, mooie gezond en wonen en slapen. Nou, door het toevoegen van zoveel nieuwe winkels en zoveel nieuw assortiment zijn we op zoek gegaan naar een softwareleverancier die forecasting en voorraadbeheer actief ondersteunt. Daar zijn we uitgekomen bij Slimstock, onder andere vanwege de stabiliteit van het pakket. En onderdeel van het selectieproces was ook een stresstest. En we zijn in staat met Slim 4 om die grote assortimenten ook beter te kunnen beheersen en aan te sturen. De klant merkt dat wij artikelen beter op voorraad hebben en dus direct kunnen uitleveren wanneer de klant dat wil. En dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. Dus samenvattend gezegd is het zonder voorraad is het geen deal in online retailing. En een minibeurs toonde Toyota Material Handling Europe wat haar plannen zijn voor de komende CeMAT. Plaats van handeling was toepasselijk het beursterrein in Hannover. We vroegen Executive Vice President Marketing and Sales Hans van Leeuwen naar de details. Als we kijken naar de IC trucks, de engine counterbalance trucks, dan zien we daar dat we daar de HST, de hydrostatic brake, een nieuwe toevoeging aan onze Tornado range. Die mogelijk maakt dat onze klanten zowel hydrodynamic als hydrostatic drive experience kunnen hebben. Daarnaast brengen we dus op de CeMAT ook toevoegingen aan onze warehouse truck brakes.
Ten eerste is er de Levio P-series, waarin wij aan de platformkant weer gezorgd hebben dat daar weer nieuwe innovaties zijn, die voornamelijk te maken hebben met de veiligheid van de chauffeur op die truck. Daarom zullen wij ook dingen en zaken brengen rond de racking solutions, waarin wij een full supply worden voor zowel trucks als racking. Dat allemaal op paviljoen nummer 32 op de Vrijgelände in de Zeemat in mei. En ik hoop u allemaal daar te zien. Verder kort nieuws. Tijdens de persconferentie stelde Toyota dat ze niet alleen mondiaal, maar ook voor Europa mikt op een eerste plaats. In Europa staat het merk op de derde plek, achter de grote Duitse concurrenten Linde en Stiel van het Kion-concern en Jungheinrich. De verschillen in marktaandeel worden volgens CEO Matthias Fischer steeds kleiner. De boer Structures uit Alkmaar produceert en plaatst tijdelijke metalen opslaghallen voor de middellange termijn. De Enduro-hal zou geschikt zijn voor tijdelijke opslag voor periodes van 1 tot 5 jaar. BYD zal op de Zeemat een, naar eigen zeggen, revolutionaire heftruck presenteren. Dankzij een nieuwe batterij- en laadtechniek zijn de trucks over meerdere ploegen inzetbaar zonder batterijwissel. Meer over al deze onderwerpen leest u in het aprilnummer van Logistiek Totaal. Op de website treft u ook de complete video's. Het videojournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Stiel en Egemin Automation.